Lukt het, jongens? Maar deze wennen, hè? Maar eerst ook orenkasten bij de verbouwerij. Je mag toch echt een beetje afwegen van wat is nou belangrijk. Dan hebben we zin dat er scheenbeschermers en schoon passen. Oh, maar de ouders kon een keer oorzaken. Ik wil er even nog een meisje mee zetten. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog van Ljouwert op de planning. Jelke is op dit stuit mijn zaken naar de kapper. Dat wordt echt heeg hier, want het ziet hem echt, nou ja, overal. Je wordt trouwens heel graag lang horen bovenop, maar daar, bij de eren en in de nek echt verschrikkelijk. Het moet echt uitgekeerd worden en lekker weer fris. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Nou ja, ik ben naar de kapper in Ljouwert. Ik ben nu onderwijs met Yldau naar Ljouwert, die is crackwekker. En wij gaan even naar een sportwinkel, want Sake zien skibroek is wat te liet. En nee, we gaan net te skiën, maar ik ga van Sake drie skilesjes op zo'n skibaan in Ljouwert reserveerd. En die gaan we vanmiddag ook in. Maar dan past ik juist te zien skibroek van vorig jaar. Nou, ik kan niet vertellen dat we toen al goed krijgt, maar ook hoe het echt net. Dus nou ja, ik hoop dat ik nog even een skibroekje ergens scoren kan, zodat er, die jongen haar kan op de dwarselbaan. Het is een soort dwarselachtige baan in Ljouwert. Nou, we gaan dit hier net op wintersport, echt super jammer, maar ja, we hebben oren omkast, maar en we zijn natuurlijk correct op zomervakantie West naar Gran Canaria, dus het maakt leuk blijven. En we zitten midden in de verbouwing, dus we zijn dan door we dit, want Sake het wel een beetje onderhoud. En eens door we oorzaak altijd over bol op wintersport gaan, dan gaat Sake eerst een PLS'kes naar de skiskwallen hier in Ljouwert. Gewoon hartstikke leuk en ik is zelf gewoon gezellig bij zitten en een bakje koffie bij de open haard. Dus ja, we vinden het altijd wel leuk uitje. Dus ik ga nou voor dit hier drie lesjes gewoon even en hopelijk dan volgend jaar dat hier er ook bol weer op wintersport. Maar eerst ook orenkasten bij de verbouwerij. Je mag toch echt een beetje afwegen van wat is nou belangrijk en wat is, nou ja, dat is natuurlijk de onderbouw. Dus daar ga ik in die zin ik wel vrede mee, maar ik vind wintersport wel echt de bom. Dat is echt ja, mijn favoriete vakantiebestemming. Ik ben sowieso net echt van het hele hitte warme waar. En ja, ik vind wintersport gewoon geweldig. Ik ben eigenlijk in geen enkele sport goed. Maar skiën red ik me aardig mee, dus ja, dat vind ik echt op heel leuk. En dan ga ik van jongs af al dieren, dus en Jelke vindt het echt leuk. En Sake leert het echt wel aardig, dus ja. Ik hoop dat het sabbat onderhouden kan, hè? Dan toch even een beetje dat gevoel op die skis. En nou, waar weet dat we dan volgend jaar of dat eerder op per skiën gaan. We bezuren het per hier gewoon. Ik in onderwijs naar de sportwinkel. Hopelijk vind ik daar nog eens een skibroekjesactie maat. En dan neem ik je mee naar de skiskwallen in Ljouwert. Ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. Dan mis je hem heel dan niet van de chatvlog. En het abonneren, jongens, is heel nog vergees. Kost het niks. Dus abonneren. Nou, we binnen in Ljouwert. Ik hier online al even checkt. En dat het goed is, ben er nog treien in Sake zien maat. Dus nou ja. Ik hoop maar dat ik daadwerkelijk zo is. Dus wat zit. A few moments later. Hemmes. Betel je en dan gauw naar de skiskwallen. Ja, betal. Print. Vond je mij? En let's go! Kom, ben naar beneden, Yldau. Dat weer rap. Daar gaan we snel. We binnen er. Sake en Jelke, ben er ook al in de bus. Ik ging gewoon naar binnen. Zien dat de skibroek past. Handen even scan. Ja, dat is zin, Yldau, dat ze erop binnen. Nou, goeie. Hallo. Ben ze er al? Ja? Oh, je net buiten slaan. Wat haar school hier, Sake. Let mij maar zien. Oh, heel netjes. Wie zal even de skibroek passen? Dus wie doet even de kamer uit. Wie let hier maar weten? Andere past. 5 minutes later. Past er? Alleen de bandje met mij wat strakker, denk ik. Ja, zeker. Oh, nou, dat mijn ding nog wat strakker. Maar dat kan wel toch? Ja. Toppie, ik heb een kaartje eruit. Ze gaan al skis gewoon en skis. Helm koop. Als we lekker tegen je spruit koud, dan zitten we gewoon in de trui. We toch in de jas nog maar dat hoeft niet. Ja, dat kan nog maar helpen. Leuk de jongens. Maar deze we wennen, hè? Zet hem op, jongen. Toch wel weer een beetje spannend. Maar het komt vers goed. Even weer een beetje wennen. Kom maar goed, hè? Kom maar goed. Sake het even pauze. Wat vies ervan, Sake? Best nog een beetje spannend dan uit. Ja, ik merk wel dat het er een beetje in komen mast, hè? Helemaal niks, jongen. We zitten aan de laatste keer. Ja. Ja. En dan maak die school niet meer. Ja, die school, maar je hebt wel, hè? Nou, hoor ik dan beziek je het gewoon weg, hè? Ja. Maar gewoon even wennen, joh. Dat helpt niks. Men vindt het ook altijd de eerste keer wel weer een beetje moeilijk om naar mijn beschikking te. Dan denk ik van, hoe maakt dat ook weer? Oh, mooi hoor. Mooi hoor. Dan zie ik het spul bij wat beeld. Sake zit nog bij de... Die woont nog even bij de oren zien. Dus ik schenk die mijker aan de hoes. Maar dat is hier, Heid. Skieslik. Oeh, ja. Sure. Hij moet zijn reden om te sliepen, maar skis moet ik sliepen weer, hè? Dat is handig. Wat is nou de onderkant? Wat is nou de boven? Zit die beugel als drumhinder hier? Zeg maar, daar zit die verbinding. Als dan gaat dat stikken. Dan kun je de drukke oren op de link verdelen. Kom jong, geef een hoes. Mooi woord. Vies een green cool, ja. Zo? Deze. Oh ja, die is mooi. Ja. Ja, ik vond het wel bijzonder om te zien, want Sake vond het nou best wel spannend. Maar hij is nou natuurlijk ook wat ouder. Ik krijg het idee of ze er nou een beetje nou ja, de gevaren ook wat is. Of hey, ik heb vallen en had ik dit net goed door, dan dit of dat. Want vorig jaar zette hem op de banen wie dan voor het kleren gaan. Dus ik denk van, oh, dat, nou ja, hij krijgt er wat meer besef van, hey, oeh, het kan eigenlijk gevaarlijk zijn. Dus, maar ik zeg, het hindert niks. We gaan gewoon, we gaan nog 12 lessen staan. Gewoon even proberen en ik denk dat het steeds maar terug te dwaan, maar toch ook weer een beetje die vertrouwde begint te voelen. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Ik weet van mezelf, ik wil altijd de eerste dag dat ik weer op een land stem, denk ik van, oh jakkers, of de eerste dag, maar de eerste uren ga ik dat echt altijd wel een beetje. En daarna is dat gevoel weer voort. Dus ja, het heeft er echt wel een beetje bij. Maar ik voel me wel altijd het varkt hier helemaal net een issue is, zeg maar. En dan nou van, oeh, hey, ik vind het best wel spannend. Nou, we zijn weer thuis. Jelke is nog even met de ben naar achteren, bij de beestjesje. En ik zeg dat Sake zien naar je voetbalschoen en naar je schemerskermers ben in. Want de schemerskermers die er hier, nou die ben gewoon op, ben online. En sinds kon, ja, hier wordt steeds groter, die worden te liet. Dus hier groeit echt als kool, alles wordt te liet. Maar het ziet er wel cool uit, dus aan ze maar even passen. Dus met de eerste hoor. Dan even zien dat er naar je schemerskermers een schoen passen. Oh, met de andere schoen een keer aanzagen. Ik wil maar even op de meismap zetten op tafel. Nou, kom hier op. Yldau had de doos al te pakken. Heel even. Raad te pakken. Minder zakjes. Wat grappige ding, jong. En dan mag die andere ding er gewoon bij insteken of zo. Oh, dit is van de schemerskermers. Hier komt de schemerskermers zo in. Onder erin. Zo? Die oren, dat hele klittenbank dat ons hield het zo slap. Nou, toen zei hij van, hier nu die team hier dit hek. Ja, dat is volle battery, jong. Maar mijn vielen. En dan kan je de zak ook in. Dat zie je. Perfect, jong. Mag ik een keer een pakje van die... Ja, maar ja, die oren, die beste groot zit er helemaal onder. Nou, nog een stukje erin. Pak een bal, als die hier aan bent lezen. Ja, die stoffende ballen, hoor. Ja, maar de eerste is nog niet, hè? Schat, is het zin over. Is eerst wat? Een stukje het rem. Ben je net te groot? Nee, wel lekker. Nou, mooi zaken? Ja. Ik heb een kaartje eraan, ja, hoor. Vette sklon. Ik zou zeggen, voel je dit nou een leuke vlog? Abonneer.